In deze video bespreken we het lichamelijk onderzoek van een kind, de algemene indruk. Bij kinderen kan het lichamelijk onderzoek een uitdaging zijn, omdat ze angstig kunnen zijn of opdrachten niet goed begrijpen. Hiervoor geven we enkele tips. Je begint met het kijken naar het kind om een algemene indruk te krijgen en een inschatting te maken van de mate van ziek zijn. Is het kind hangerig of juist aan het spelen en rondlopen? In sommige gevallen kunnen niet ziek ogende kinderen toch ziek zijn. Een bekende valkuil is een ouder kind met astma, dat ernstig benauwd is, maar dat niet oogt. Ook beoordeel je de voedingstoestand, het bewustzijn en de algemene ontwikkeling. Beoordeel de kleur van de huid, bleekheid kan passen bij een anemie en cyanose bij een slechte oxygenatie. De vitale parameters helpen om de mate van ziek zijn te objectiveren. Je meet de temperatuur, Hart- en ademhalingsfrequentie en saturatie. Als laatste wordt op indicatie de bloeddruk gemeten. Kinderen hebben afhankelijk van de leeftijd en lengte andere normaalwaarden van de vitale parameters. Het is belangrijk om deze normaalwaarden op te zoeken, zodat je kan inschatten of er sprake is van afwijkende parameters. Het gewicht en eventueel de lengte en de schedelomtrek worden gemeten. Het gewicht kan gebruikt worden om dehydratie in te schatten. Zie hiervoor video dehydratie. Als het kind vitaal bedreigd is, start je eerst met de ABCDE-structuur.